Wat gaan jullie doen met Koningsdag? Dat weet ik nog niet. Het is nog geheim. Oké. Okay. Hoe heet Koningsdag toen het voor het eerst gevierd werd? Kings. Oh nee. Kings Day. Oh. Nee. Oh. Binnenkort is het weer Koningsdag. De dag om in je oranje outfit even helemaal naar de Getford te gaan. Of hebben we andere plannen? Wat gaan jullie doen met Koningsdag? Nou, shoppen. Gewoon alleen shoppen? Ja. Hi, wat gaan jullie doen met Koningsdag? Dat weet ik nog niet. Het is nog geheim. Oké. Okay. Hi, wat gaan jullie doen met Koningsdag? Nee. Niks. Helemaal niks. Of werken. Hangt vanaf. Of bank hangen. Wat zijn jouw plannen voor Koningsdag? Ja, ga ik naar Supersize at Kings Day in Best. Oh, super cool. Ja, ik hou meer van uptempo en hardcore. Voor Koningsdag. Heeft Koningsdag nog een speciale betekenis voor u? Heeft het een speciale betekenis voor ons? Nee. Nee, niet echt. En voor jou? Nou, ik vind dat het wel gewoon een gezellige dag, zeg maar. Een feestdag. Maar niet dat ik denk van speciaal of zo. Maar gewoon ja, een leuke feestdag. Nou, een speciale gelegenheid. Leuk. Vriendinnen. Kortings. Koningsjarig en dan moet je ervoor gaan, hè? Ja, daar gaan we er zeker voor, toch? Het gezellige, leuk feest, toch? Ja. Ja. Gezellig onder de mensen. Ja, een lekker beetje feest is altijd leuk, hè? Wat betekent Koningsdag voor jou? Niks. Niks. Maar wat ga je doen? Waarschijnlijk bij ons in het dorp, bij de Wolfsberg, tribute party. Groesbeek. Ja. Cool. Natuurlijk is er altijd reden voor een feestje. Maar hoe staat het met onze kennis over het Koningshuis en Koningsdag? Is Koningsdag een officiële feestdag? Ik denk het wel. Ja. Ja, toch? Ja, zeker weten. Ja. Goed zo. Voor de hoeveelste keer vieren wij dit jaar Koningsdag? Oh, ik heb echt geen idee. Ik weet echt niet. Weet je het? 25? Ja, sinds we een koning hebben, maar ik weet niet precies hoeveel jaar dat is. Oh my god, ik weet het ook niet. Nee. Zelfde antwoord. Zo, ja. Ja. Vierde keer. Zesde keer. Vierde keer. Zesde keer, bijna. Daardoor vierde keer. Zesde keer. Zesde keer al. Snelle, de tijd gaat zo snel. Hoe heet de oma van Willem-Alexander? Oh, daar heb ik echt geen idee. Dat is echt slecht. Wilhelmina. Ja. Oh, nee, die andere. Niet Beatrix, maar die daarvoor zat. Ik ga gokje wagen. Willemina? Bijna. Oh, is dat nu niet? Nee, dan weet ik het niet. Beatrix. De oma. Oh, de oma. Hoe die? Juliana, kan wel. Ja, goed zo. Juliana. Super, kijk, dit is echt goed. Je doet het beste van iedereen tot nu toe. Hoe heet Koningsdag toen het voor het eerst gevierd werd? Prinsjesdag. Ja, ik heb ook Prinsjesdag. En dan voor meisjes? Koninginnedag. Koninginnedag? Bijna. Oranjedag. Prinsessendag. Prinsessendag. Koninginnedag. Bijna. Prinsessendag. Nee. Goed, goed gedaan. Ze had toen een andere naam. Echt? Kings. Oh nee. Kings Day. Oh. Nee, nee, bijna. Wel heel modern. Creatief, creatief. Koningsdag. Koningsdag. Prinsessendag. Oh. Oh ja. Vond jij deze video leuk? Gooi je duimpje omhoog en volg ons op YouTube en Instagram op WZHV19.